Nederlands filmproducent Leon de la Vita van de Black Bee Productions en medeproducent Henne Draaibaar van de Backlot zijn op zoek naar acteurs voor de eerste filmproductie uit Suriname die op de streaming service Amazon Prime zal worden vertoond. Vandaag heeft het tweetal een persconferentie belegd over de film Harthout die binnenkort zal worden verfilmd. De La Vita zegt dat deze film een educatief karakter zal hebben die over de hele wereld zal worden vertoond en Suriname op de kaart zal plaatsen. Wij vertellen het verhaal van een 12-jarig jongetje die de wens van zijn opa krijgt om naar binnenland te gaan een laatste keer voordat hij sterft. En wij volgen een 12-jarig jongetje die zijn opa mee ontvoert het binnenland in. Maar dat is wel een heel zielig verhaal dan. Dat is een heel zielig verhaal, maar het heeft een hele mooie boodschap. Wat is de boodschap dan? Het gaat over ouder worden, het gaat over volwassen worden, het gaat over loslaten. En het gaat eigenlijk over het leven. De La Vita zegt verder dat de film overwegend met Surinamers zal worden geproduceerd. Volgens Draaibaar krijgen de Surinaamse deskundigen de gelegenheid hierbij hun kunnen te tonen. Wat heel belangrijk is, en daarom zijn we als Backlot ook partner in dit project, is dat we de afgelopen 21 jaar inmiddels bezig zijn om te zorgen dat die sector waar we in zitten, die filmsector, steeds sterker en krachtiger wordt. En dat we vooral verhalen willen vertellen vanuit onze eigen ervaringen. Ik heb het over Lewin, ik heb het over Mokkere Mafia, ik heb het over Nike, maar ik heb het ook over andere producties. Dat zijn vaak producties waarvan de makers in Nederland zitten en Suriname een locatieland is. Dan komen ze met hun verhalen naar Suriname en dan maken ze een verhaal hier en dan gaan ze weer terug. En het verschil met Harthout is dat ook aan het begin, wanneer het verhaal geschreven wordt, dan wordt er ook gevraagd aan mensen hier in Suriname om mee te schrijven. Omdat het allemaal een leerfase is. De filmproducenten geven aan dat de zoektocht naar geschikte locaties voor het filmen al is begonnen. Geïnteresseerden die een bijdrage willen leveren aan de film mogen contact opnemen met de Backlot.